In verband met haar 71-jarig bestaan heeft de organisatie NAX afgelopen vrijdag een lezing gehouden over kokosolie en gezondheid. De organisatie wilde hiermee antwoord geven op de vragen: is kokosolie slecht of niet? Welke soorten zijn er? En hoe is het gesteld met de medicinale kruiden? Welke kan je het best gebruiken bij hoge bloeddruk of suiker? De presentatie over kokosolie is verzorgd door de voedingstechnoloog Ricky Stuttgaard en die over de gezondheid door de kruidenspecialist Ricky Kewal. Ricky Kewal zegt dat kokosolie na de Tweede Wereldoorlog een slechte naam kreeg, al zou het schadelijk zijn. Na een wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat dit product juist gezond en goed is en een aantal aandoeningen kan bestrijden. Het is een ideale olie om te bakken, om te braden, frituren. En het is er ook nog zo dat je het keer op keer kan verhitten, zonder dat je bijvoorbeeld transvetten en radicale terugvoerkanten op de muurvlakken gaat veroorzaken. Verder is het zo dat het is stabiel en je kan bijvoorbeeld frietjes makkelijker mee koken en het geeft bijvoorbeeld de frietjes een zachte en lekkere smaak. Het helpt eigenlijk de mineralen beter afnemen en het verbetert de opname van calcium en van magnesium. Dan moet je ook zeggen, wanneer we ouder worden, wanneer we onder boven de 50, 60, dan gaat ons calciumopname afnemen en calciumafbraak toenemen. De inleider Kewal zegt dat gezond leven wil zeggen dat ons lichaam geen symptomen van pijn vertoont. Het gebruik van microwaves, kunstmatige zoetstoffen en bouillonblokjes zijn volgens Kewal zeer slecht voor de gezondheid. Maar je moet die wil hebben. Vroeger moesten we leren, moesten je bibliotheek instappen om je proefschrift af te maken. Ik weet niet, je spreekt naar de bibliotheek en leest om je boeken. Vandaag de dag, je doet dat op computer, je typt in citroenzaal. En we leggen alles aan uit. Je hebt een zoeken. Ik heb heel veel doen, maar je hebt alles aan uit. Je hebt een zoeken. Wat willen we meer? Waarom maken we er geen gebruik van? Het is er voor ons. Ga leren. Ga inzicht krijgen in je ziekte. Als je die inzicht krijgt in je ziekte, kan je het verhelpen. Elke ziekte kan je verhelpen. Het lichaam dat we hebben gehad is een super lichaam. We wonen dat er nog op de kring. Heb je iets wat je in je vina? En dat er uit de kring, naast je op de kring. En dat er al niet meer was in dat de kring morgen is. Maar aan dat er uit de kring. Ze willen het niet er aan ze toepassen. Het is het lichaam die het doet. Het is het lichaam die je kan keren om die ziekte die je hebt weg te laten gaan. Inleider Ricky Kewal tijdens de lezing van NAX die afgelopen vrijdag is gehouden in het gebouw van NAX aan de Thompsonstraat. De thema's waren kokosolie en gezondheid. De lezing is gehouden in verband met het 71-jarig bestaan van de organisatie NAX.